Welkom bij CVV Achilles TV voor de wedstrijd tussen Richters Bleek Jeugd onder de 15. Achilles Enschede Jeugd onder de 15. We gaan naar de opstelling en zien Denise in het doel. Achterin spelen JD, Lef, Melle en Bidik. Het middenveld bestaat uit Batuan, Theodor en Abdul Fadoud. En voorin spelen Jamiro, Evandro en Junne. We zijn begonnen, gespeeld in het rode shirt, Richters Bleek in het blauw. Hier over de linkerkant met Jamiro, bal voor de goal, laat die bal lopen en er is de eerste kans voor Achilles en de goede redding van de Richters Bleek doelman Milan van der Helm. Aan de andere kant, Richters Bleek voor het eerst gevaarlijk, maar die kan simpel opgeraapt worden door de doelman van Achilles en dat is Denis Setien. Nu Achilles, met nummer 8 is Batuan. Bal richting Theodor. Abdul Fadoud met het schot. Oeh, die komt op de lat. En in tweede instantie is daar Evandro nog dichtbij. Maar wederom de redding van Milan van der Helm, de doelman van Richters Bleek. Volgende kans. Weer de redding van diezelfde doelman. En ook in tweede instantie gaat die bal er niet in. Zo heeft Achilles al een paar mogelijkheden, zeg kansen gehad om de score te openen. Jamiro met het schot en wederom de goede redding van de Richters Bleek goalie. En dankzij hem staat er nog steeds 0 tegen 0. En dan de Richters Bleek. De aanvoerder Diego. De vrije trap die staat. En die wordt geweldig binnengeschoten door Leo Ilić. Zijn vrije schop. Hij is hoog genoeg. En de doelman van Achilles Diniz kan er niet bij. En hij zet Richters Bleek de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Aan de andere kant is daar Achilles met Evandro. Die ligt die bal breed. De kans en de goede redding weer van het doelman van Richters Bleek. Milan van der Helm. Maar het gevaar is nog niet weg. Wederom Evandro nog steeds aan de bal. Hij ligt hem breed. En daar is bij de tweede paal Theodor Eljo. En hij brengt de stand op 1 tegen 1. In eerste instantie nog de uitstekende redding van de Richters Bleek doelman. Maar op de inzet van Theodor heeft hij geen antwoord. Stand 1 tegen 1. Richters Bleek weer met de vrije schop. Dus kan wel simpel op worden geraapt door de doelman van Achilles, Denis Setien. Met direct de lange bal richting Evandro. Sterke spits. Zijn schot. En in eerste instantie weer de goede redding van de doelman. Maar er is met nummer 11, Jamiro Rizzacotta. Hij schieten met de binnenkant van de voet. Beheerst binnen en hij zet Achilles op een 1-2 voorsprong. En dat is ook de ruststand. En direct naar rust is daar Richters Bleek met het doelpunt. En zij brengen de stand in de wedstrijd weer gelijk 2 tegen 2. Evandro zit aan de bal. Wederom de goede redding van de doelman. En ook in tweede instantie ligt hij wederom op de goede plek. En de inzet was van Janelle Essenia. Evandro nog steeds aan de bal. En wederom de goede redding van de doelman. Het gevaar is nog niet weg. Aan de rechterkant. Oh, wat een mooie goal. Jamiro Rizzacotta. Hij schiet hem binnen. In eerste instantie de uitstekende redding van die Richters Bleek doelman. Die een fantastische wedstrijd staat te keepen. Daar komt die bal bij Jamiro Rizzacotta. Hij moet hem even goed leggen. Met zijn rechterbeen krult hij hem uitstekend in de verre hoek. En hij zet Achilles op een 2-3 voorsprong. Evandro Seguna met die bal voor richting Theodor. Maar dat is het eigen doelpunt van Richters Bleek. En zo komt de stand op 2 tegen 4. En Evandro is er hartstikke blij mee. Lange bal op diezelfde Evandro Seguna. Sterke spits, bijna niet van de bal af te krijgen. Zijn inzet en de keeper zit er nog aan. En hij brengt de stand op 2 tegen 5. En dit lijkt toch wel de beslissing in deze wedstrijd tussen Richters Bleek en Achilles voor het team van trainer Chris Kempers. Jamiro Rizzacotta met de bal richting Evandro Seguna. En die loopt hem over de keeper. En hij gaat erin. Achilles komt op een 2-6 voorsprong. Door een doelpunt van wederom deze man Evandro Seguna. De steekbal tussendoor is van Milan Dikkers. En de grote kans nog op de 2 tegen 7. Maar wederom de goede redding van de Richters Bleek. Doelman die vandaag uitstekend staat te keeper Milan van der Helm.
De laatste kans van deze wedstrijd is voor Richtersbleek. Sven de Wijngaard met de vrije schop en de redding nog van Achilles doelman Dinis Setien. En niet veel later vindt de scheidsrechter Olaf Emmanuel het genoeg. Achilles wint met 2-6. En met nog 2 wedstrijden te gaan ligt de promotie naar het divisieniveau voor het oprapen. Ik groet u.